zitten echt zo verschrikkelijk hoog. Je zit de hele tijd naar beneden te kijken. Goedemorgen! Het is vrijdagochtend. De kinderen zijn druk aan het spelen. Ik heb het even laten. Twee heksen! Weet je wel, volgens mij. Zo. Leuk die microfoon, Sarah, echt. Ik krijg je wel, jij. Moet je horen. Rust. Ze waren zo druk, ze waren heel lief aan het spelen. Maar ze maakten zoveel herrie. Dus ik heb net even boodschappen gedaan. Die heb ik net al opgeruimd. En ik ga nog even snel verder met die laptops. Even een wasje aanzetten, allemaal dat soort dingen. Ik ben echt toe aan het weekend. Vanavond gaan we lekker weg. Daar heb ik echt zin in. Oké, dit is zo stom elke keer. In het begin snapte ik het niet. Toen dacht ik echt, waarom ligt hier allemaal aarde elke keer? En nu heb ik ontdekt, kijk of ik het kan laten zien. De plant groeit gewoon uit zijn pot. Dus die gooit elke keer zijn aarde eruit. Dus nu ben ik gewoon echt 30 keer per dag aarde van de tafel aan het afhalen. Maar echt, zo bizar hoe snel dat dan gaat. Want je zou niet verwachten dat het heel de dag door gebeurt. Maar het groeit dus zo snel dat heel de dag die aarde er ligt. Nu snel naar school. Zullen ophalen, dan gaan we naar zwemles. We moeten eten. Dat moeten we ook snel doen. Want daarna moet ik Sarah wegbrengen en dan gaan we ook weer weg. Dus het is echt gewoon even haasten en vliegen. Ik heb wel zoveel mogelijk net al klaargezet voor het eten. Dus dat ik dat allemaal zo gewoon heel snel kan doen. Dat scheelt dan in ieder geval. En ik moet echt denken dat ik goed ga staan. Want echt, nee, vorige week was studiedag op vrijdag, maar die week ervoor. Op vrijdag heeft ze als laatste gym en dan moet ik ergens anders ophalen. Maar dat was ik even vergeten. Toen stond ik dus verkeerd. Nou, moet ik zeggen dat Sarah heel langzaam was met omkleden die dag. Dus ik was er alsnog voordat zij klaar was, gelukkig. Ik vind dat zo erg. Maar ik had echt zoiets, mijn hoofd liep zo over met alles. En dan dat. Ik had echt zoiets van, nou, ik vind dat echt niet tof. Het is dat een van de mama's het zei. Van, hè, moet je niet ergens anders staan? Anders had ik daar volgens mij gewoon nog 10 minuten gewacht. Ik dacht, waar blijft ze? Maar goed. Ik ga nu de hoedenkant op. We zijn eindelijk bij zwemles. Ik ga hem uitstappen. Het is wel echt lekker weer trouwens vandaag. We zijn ruim op tijd. We hadden alles mee. Dus... En ik ga niet zwemmen. Je gaat wel, Sarah heeft geen zin. Maar... Ik ga niet zwemmen. Het moet. Zwemles is voorbij. En Sarah heeft het zo goed gedaan vandaag. Het ging echt heel goed. En goed door het gat gezwommen en een goede slag. Ja. Dat kan niet, schat. Het is rood, dus we staan voor de brug. En kijk, er staan er twee voor ons. Dus we waren er bijna overheen. En we wilden opschieten en prompt, ja. Normaal kunnen we er eigenlijk altijd overheen. En die keer dat je echt denkt, ik heb haast, sta je stil. Dat is altijd. Maar ik was aan het vertellen hoe trots ik op jou ben. Je hebt goed door het gat gezwommen. Je hebt een goede slag gedaan. Je hebt echt zulke stappen gemaakt. Het ging zo, zo goed. Dus ik ben heel trots op jou. Ben je ook trots op jezelf? Ja. Gelukkig maar. Nou, als we thuis komen gaan we wel even opschieten. Dat we op tijd bij oma zijn zo. We zijn op Marco aan het wachten. We hebben net gegeten en we moeten de deur uit. Dus Sarah en ik waren een spelletje aan het spelen met de ballon. Kijken of we dat kunnen filmen. Oké, kom maar. Eén hand, hè? Ander op je rug. Komt-ie. Eén tikken naar mij tikken. Oeh. Oh, 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 oh. Ja. Ja. Lekker. Komt-ie. Als dit de grond gaat, dan is het geen punt, hè? Komt-ie. Yeah.
Nou, laatste. Mama heeft toch geen tijd om zijn rondkleed meer. Oh. 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 Ah, af. Nee, nog een keer. Maar hij komt. Kom maar. Nee, twee handen. Het valt nee, goed. Ik wou. Kijk, ik heb hem nog op mijn rug, Daaf. Ja, dat is een beetje. Oké, komt ie. 1, 2. Je moet maar mij slaan. Waar met de metro geweest. Zo, wat doe jij? Je zet die camera aan. Je hebt zo'n video. Ja, ja. Met de metro geweest dus. En de tunnel naar het Luxor. We gaan trouwens naar een jeep. Dat heb ik helemaal niet verteld. De jeep Amhali. Is thuis afgezet en toen mijn moeder weer thuis afgezet, die was ook mee. En nu ga ik weer naar huis zo. En ben dus taxi aan het spelen deze avond. Maar de show was echt heel erg leuk, vooral het tweede stuk. Het eerste stuk was vooral, het was wel heel grappig, maar heel erg persoonlijk en wat serieuzer. En het tweede deel van de show, ja, ik heb me echt kapot gelachen, gewoon echt, kwam niet meer bij. Thuis, en het is echt al 12:30, maar ik heb echt honger, dus ik ga nog wel even iets te eten maken, voordat ik naar mijn bedje ga. Hi, kom even kijken, kom een kistje geven, heb een kistje. Hi, heb je me gemist? Bij me liggen, wil je nu weer mijn kopje zo, kusje. Hallo liefie. Ik was dus eten aan het maken en dat is bezig. Kom Marco thuis. Marco had hetzelfde idee, dus die zit langs de Burger King. Maar goed, ik was patatjes aan het maken en Marco kon mijn kipnuggets dus. Ik was net beneden vergeten de vlog af te sluiten. Dus nog even snel, even zachtjes, want Marco ligt al te slapen. Bedankt voor het